Are you listening? Damn. Afleveringen later en een heleboel werk is het dan zover. We komen in de buurt van de afronding van ons project. En daarom ben ik vandaag in het mooie Rotterdam om af te spreken met de jongens. Naast een gezellig weerzien, kijken wat we nog moeten doen en wanneer de boot ongeveer te water gaat. En hoe ons volgend seizoen eruit ziet. Dus ik zie er enorm naar uit en ik vind het leuk om dit met jullie te delen. We gaan vandaag de boot verplaatsen. Hij krijgt een andere bok en daardoor kunnen we ook weer verder werken aan andere dingen. En het is natuurlijk al even geleden dat ik jullie heb laten zien, maar hoe geweldig is het, toch? Dus ik zie er naar uit dat hij weer in de kraan hangt. Het is heel verleidelijk om hem hier in het water te leggen. Maar het is alleen de vin nog en dan zijn we eigenlijk helemaal klaar en dan kunnen we weer gaan opbouwen. En daar zie ik enorm naar uit. Ik ga hem zelf afspuiten, daar is wel een beetje koel geworden. Zo, het is inmiddels al donker. De boot is weer helemaal schoon. En van de week hebben we natuurlijk met de jongens gezeten en hebben we gekeken wat we nog allemaal moeten doen voordat we het water in kunnen. En we zien natuurlijk enorm uit naar het nieuwe seizoen. Dus het is wel zaak dat we alles op tijd af gaan krijgen. Ik heb enorm veel zin in om jullie de volgende keer te laten zien wat we allemaal bereikt hebben in die korte tijd. Want ik hoop dat het nou lekker hard gaat. Want er moet nog best wel wat gebeuren. Maar we hebben het in ieder geval weer lekker op de rit. Benieuwd hoe het project verder gaat? Kijk de volgende keer naar Slow Motion op Watersport TV en abonneer je op het kanaal.